Vandaag gegrilde lamsfilet met bonenschotel, koolsla en een lekkere yoghurtsaus. En dat allemaal op de Napoleon. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Fantastisch receptje hebben we vandaag, mag ik wel zeggen. Ik haal eigenlijk twee werelden bij elkaar. Namelijk een beetje het Griekse, Mediterraanse, met het Mexicaanse, ja, Zuid-Amerikaanse eigenlijk. Dus ik ga met lamsvlees werken, er komt een lekkere yoghurtsaus bij. Ik ga een bonenschotel maken, weet je wel, wat je dus een beetje kent misschien van het Mexicaanse of het Zuid-Noord-Amerikaanse. Een mengelmoesje. Het is een fantastisch receptje, mag ik wel zeggen. En doe ik allemaal op de Napoleon. Nee, niet het snoepje. De barbecue. Ik heb hier natuurlijk die hele mooie unit staan. Die heb je al 100 keer gezien. Tenminste, als je niet nieuw bent op dit kanaal, ben je wel nieuw. Welkom. Ik weet niet eens of ik hem nodig heb. Want ik heb hier namelijk een zijbrander. Een inbouw sizzle zone. En een sizzle zone van Napoleon, die ken je ondertussen wel, denk ik. Dat zijn die dingen die worden in no time, als in tussen 2 en 3 minuten, worden die 8 à 900 graden. Niet normaal. Ik denk dat ik dit hele gerechtje dus zeg maar op die sizzle zone kan gaan maken. Heb jij nog niet zo'n mooie sizzle zone, dan geen enkel probleem natuurlijk. Want je neemt gewoon elk ander barbecue, kan het. Als je maar een hele hoge temperatuur kunt bereiken. Dus een houtskoolgril zou eigenlijk het mooiste zijn, want ja, die kunnen het heetst worden eigenlijk. Een bak houtskool, zak, 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 want daar gaan we voor. Het zak, zak, zak gebeuren. Ik denk dat ik ga beginnen met het maken van mijn koolsla. Dan kan hij een klein beetje garen door de citroensap die erin zit. Dan wordt hij wat zachter door de mayonaise. Dus dan wordt die koolsla wat lekkerder als hij gewoon eventjes een half uurtje heeft gestaan. Dus laat ik daar maar mee beginnen. Daarvoor hebben wij nodig of een mandoline of een, voor mijn part een kaasschaaf. Hè, dus voor flinterdunne dingetjes te kunnen snijden. Of wat ik vandaag ga gebruiken, een blok rasp. We gebruiken hiervoor de grove stand. Dan nu de kool. En die kool is eigenlijk super makkelijk. Wat je kunt doen is, nou ja, ik zal het even laten zien. Je kunt eigenlijk gewoon flinterdun stukjes snijden uit die kool. Dat kan, dat is geen enkel probleem. Je kunt het ook gewoon op een mandoline doen. Dan gaat het een heel stuk sneller. Dan heb ik lang niet die hele kool nodig, dus ik denk dat ik het gewoon maar eventjes bij het mes hou. Nou, nog een paar keer grof zo met het mes doorheen. Dit is nou mooi dun gesneden, dus zacht. Maar dan wordt dus dadelijk nog zachter. Door de vloeistoffen en de zuren die we erbij gaan doen. Ik heb namelijk een heel mooi azijntje. En azijn heeft natuurlijk ook de eigenschap om een product te garen. Hè? Dus, oh, dit is zo lekker. Dit is granaatappelazijn. Gewoon een paar scheutjes. Een pinch zout. Bam. Alvast wat peper. Rode ui. Ook weer flinter, flinter, flinter. En ook dit kan natuurlijk op een mandoline, wat je wil. Zolang het maar flinter, flinter dun is. Een beetje mayo voor het romige. En het vette. Dit is een eetlepel, vind ik. En een beetje yoghurt. Even 2 eetlepels yoghurt. Alles even mengen. En die geur die er nou afkomt is echt waanzinnig. Met name van die granaatappelazijn. Die is echt lekker. Mocht je dat nou niet hebben, of mocht je dat nou niet willen kopen, dan zou ik een witte wijn azijn bijvoorbeeld gebruiken. Of misschien een balsamicootje zou ook nog gaan. Fantastisch is die. Nu al. Heel klein beetje citroensap erbij. Mijn koolsla is klaar. Gaat aan de kant. Top! Ga ik nu een rubje maken. En voor de mensen die mijn kruiden kennen,
Dit zijn mijn goede dingen South American rub. Dit is een beetje een gaucho-stijl rub. Dus denk een beetje chimichurri, een beetje Argentinië. Maar als wij hier een heel klein beetje komijn aan toevoegen en een klein beetje extra chili flakes bijvoorbeeld, een beetje paprika poeder, dan gaan we echt helemaal naar Mexico toe. Een beetje naar die taco's smaken. En die wil ik een beetje terug laten komen. Dus we gebruiken mijn goede dingen kruiden. Ik verkoop ze ook. Maar er zijn tegenwoordig ook andere winkels die ze verkopen. De betere barbecue speciaalzaken sowieso. Zo, 2 eetlepels. Daarbij gaat dus wat milde paprika poeder. Garlic. Niet te veel, dat is een half theelepeltje ongeveer. Hè? Snufje cayenne, dus echt van dit hem. En dan komijn. Ik heb komijnpoeder. Nou, dit zal een theelepeltje zijn. We gaan eens even kijken. En komijn is echt zo'n specerij, die is echt, dat is dominant. Maar in dit geval ook helemaal de bedoeling. Hè? We willen een beetje die Zuid-Amerikaanse toets erin hebben. Oh. Dit had ik zelf niet beter kunnen verzinnen. De sizzlezone. En dat ding wordt best warm. Pak ik er even een Scotsbergpanneke bij. En dit is carbonstaal. En je ziet al, die is al goed gebruikt. En elke keer als ik hem gebruikt heb, dan doe ik hem met wat olie eventjes invrijven. Heel dun laagje. Eventjes verwarmen weer. En dan zet ik hem gewoon weg. En je ziet al dat er een soort van anti-stick laag eigenlijk bij je aan het creëren. Als je maar vaak genoeg gebruikt en goed behandelt. Ik heb hier wat zwarte bonen. Mogen er gewoon in de pan. Kwestie van verwarmen. En dan gaan we een beetje interessant maken. Met een knoflookje, pepertje, tomaatje. Tomaatje snij ik even in blokjes. Laat ik even mijn sizzlezone op standje laag zetten. Klein teentje knoflook. Nog daarbij. En dan als je wil, puur optioneel, een beetje jalapeno. Ik gebruik een verse jalapeno, een groene. Laat ik een halve doen. Zo, en dan last but not least, 2 volle theelepels van mijn zojuist gemaakte rub. Het is gewoon eigenlijk een kwestie van verwarmen. Natuurlijk wat er gebeurt, de kruiden en ook de knoflook en de jalapeno, die gaan natuurlijk een beetje die vloeistof een beetje op smaak maken. Hè? Dus er gebeurt wel wat naast het verwarmen. Er komt echt wel veel smaak in. Ik heb supermooi lamsfilet. Natuurlijk bij de Meat Lovers besteld, online. Kijk, per stuk verpakt. En nou zie je, lamsfilet is natuurlijk het mooiste, het zachtste stukje van het lam. Lamsfilet moet je eigenlijk bereiden zoals je dat zou doen bijvoorbeeld met een hertenbiefstukje. Gewoon zak, zak, keihard, keiheet. Denk sizzlezone of denk bokkenhete houtskoolbarbecue. Dat mag zo rare zijn als het maar zijn kan. Dat is zo mooi zacht. En als je dus dat hele mooie lamsvlees hebt, dat heeft ook niet die penetrante smaak die veel mensen herkennen bij wild of bij lam. Dat heeft dit totaal niet. Echt, dit is zo'n mooi stukje vlees. Heel dun. Dus dit is echt een kwestie van zak, zak, zak. Mooi laten rusten. Fantastisch mooi. Kijk, die bonen gaan ook mooi. Dat is het vocht wat erbij zit gaat nou een heel klein beetje inkoken. Dus het wordt wat dikker. Gaat allemaal goed. Vlees even mooi droog deppen. Nou gaat daar een klein beetje olijfolie op aan beide kanten. En wat van de rub. In dit geval is die olie niet alleen belangrijk voor het laten plakken van mijn rub. Maar ook om die rub een klein beetje vochtig te maken. Zodat die dadelijk op de grill niet in één keer verbrandt. Zie je dat? Je ziet al meteen wat er gebeurt. Hier ook weer wat olijfolie. Oké. Kijk.
is allemaal wel mooi wat pappiger geworden, wat dikker. Super lekker. Nou, we zijn bijna klaar. We hebben natuurlijk nog de yoghurt. En ook de yoghurt ga ik even lekker op smaak maken. Ik heb wat granaatappelpitten. Nog een beetje citroensap. En een paar takjes munt. Want ik wil nog wat van de schil hebben. Van de citroen. Zo, nog wat citroenschil. Citroensap gaat daarin. Een goede eetlepel. Dan vers gemalen zwarte peper. Goede snuf zout. Want ik zeg het vaker op mijn kanaal. Zoute yoghurt is fantastisch. Echt waar. Wat ik je brom. Verse blaadje munt. Grof gehakt. En wat granaatappelpitjes. Goed roeren en proeven. Hoi, hoi, hoi. Dit wordt lekker. We zijn al bijna klaar. Het zijn een paar stapjes, maar je hebt gezien hoe snel het gaat. We hebben de coleslaw hebben we gemaakt. Die is nu heel mooi zacht geworden, nu al. Dus dit is fantastisch. We hebben de bonenschotel klaar. Die staat hier nog even lekker door te dampen. We hebben de saus gemaakt, we hebben het rupje gemaakt. En nu pitabroodjes klaarleggen. En nu gaan we het vlees grillen. En tijdens het rusten van het vlees ga ik nog eventjes die pitabroodjes eventjes kort afketsen. En dan kunnen we gaan eten. De sizzlezone staat op de laagste stand. Ah, nog steeds bokkenheet. En als je dit in temperatuur zou moeten vertalen, dan gaat het toch maar richting die 300 graden. ...38,9, 39, 39,1, 39,2. Kijk eens hoe snel dit gaat. U bent er live bij, dames en heren. Dan moeten we een klein beetje oppassen dat dit niet te hard gaat op die sizzlezone. Dus ik zet hem een standje hoger. Iets aan de zijkant. En dan mag wat mij betreft een nummer 2 erop. 48. Ja, hoe snel dat gaat. Dus die gaat snel eventjes op een plateautje. Aluminiumfolietje eroverheen. Terwijl deze aan het rusten is, de andere aan het grillen is, die ik trouwens een kwartslagje geef al. Pak ik er snel even een pita broodje bij. En die ga ik helemaal halveren. Door de midden, dat ik twee hele mooie dunne broodjes heb. Mooi. Die ga ik even besprenkelen met wat olijfolie. Ook lekker ruim. Want ik ga ze helemaal toasten. Dat betekent eventjes invrijven. Die goed bedekt is. Daar gaat een mooie snuf zout overheen. We houden natuurlijk ons vleesje in de gaten hier zo. Je ziet nou dus ook heel goed dat hij ook tijdens dat rusten nog aan het doorgaren is. Hè? Omdat hij zo'n hele hoge temperatuur heeft gehad, gaart hij ook veel langer en veel sneller door. Dat is goed om te weten natuurlijk. Want voor je het weet is het door. En dat is super jammer, dat wil je niet. Zo, deze gaat er ook af. En dan nu snel eventjes onze pita broodjes afgaren. Als ze er zo uitzien, mooi goudbruin en knapperig zijn. Dat is de bedoeling, hè? We maken dus een soort van toast. Heel snel. Dus wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? We zijn een hele maaltijd aan het maken.
op een sizzle zone, hè? Op een zijbrandertje. Hè? Dus ik heb hem nou toevallig hier als inbouw, maar heb jij hem bijvoorbeeld aan de zijkant van jouw gasbarbecue zitten? Kan, hè? Doe je op de rest, maak je iets anders of meerdere dingen. En heb je een heel klein barbecue, houtskool barbecue, kun je dit dus maken. Je hebt het gezien, hè? Pannetje erbij, paar stappen, het gaat super snel. En zoals dit ook, we zijn klaar jongens. Gaan we eventjes een bordje opmaken. Dus wij nemen zo'n mooi getoast pita broodje. Daarop gaat onze bonenschotel. Hij is nog warm, maar hij hoeft niet eens per se warm gesweerd te worden. Dan onze mooie coleslaw. En dan ons vlees. Ga eens even kijken hoe het erbij staat. Oi, oi, oi. Kijk eens. En omdat het hier om een broodje gaat, willen we natuurlijk niet te dikke plakjes snijden, maar mooi dun. Die rub is fantastisch, dat werkt zo mooi. Helemaal top. Dan die heerlijke saus. Als laatste eroverheen. Nog wat pitjes voor het kleurcontrast. Nog een beetje munt. En hier is hij dan, mijn gegrild lamsvlees met een heerlijke bonenschotel, coleslaw, fantastische yoghurtsaus op een gegrild pita broodje. Oh, en dat allemaal op een zijbrandertje, hè? Wat dacht je ervan? Maak hé! Meer is niet, hè? Maar zo lekker. Maak hé! Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!